Vandaag zijn we op een doorgaans winderig plekje aan de rand van het plateau van Doenraden. Windraak. Windraak ligt op een hoogte van 101 meter boven NAP. Windraak hoort bij de gemeente Sittard-Glien, althans het grootste deel ervan. En dat Windraak schrijf je met een D. Een klein deel van Windraak hoort bij Put. En dat schrijf je met een T. Klooster Huis de Serafine is genoemd naar de oprichter van de congregatie van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. En die oprichting was in 1857. Zoals hier te lezen is, ligt Windraak aan twee lange afstandswandelpaden, het Pieterpad en het Pelgrimspad. Achter mij het voormalige kloostercomplex en landgoed Waterslij aan de voet van de Kollenberg in Sittard. Het oudste gedeelte is het in 1752 gebouwde jachtslot. Het klooster werd jarenlang bewoond door Franciscaner monniken. Een tijd lang is het een zorginstelling geweest voor geestelijk gehandicapten. En tegenwoordig is het een sportcentrum. Hier trainen topsporters uit Nederland, vooral wielrenners. De Kollenberg hier achter mij is bekend geworden vanwege het jaarlijkse krombroodrapen. En krombroodrapen dat vindt plaats op half vaste. En er worden zo'n 15.000 broodjes worden hier de berg afgegooid naar Sittardse kinderen. In de voormalige boomgaard is sinds 1972 de Heemtuin Münstergeleen gevestigd, een IVN-heemtuin. En de heemtuin ligt aan de voet van de Wanenberg en die Wanenberg ligt 100 meter boven NAP. De wijngaard Wanenberg van het wijngenootschap Notre Reine bestaat al ruim 25 jaar.